Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. Vandaag spelen we thuis tegen NEC voor de competitie en we spelen met ons B-elftal. Want gisteren speelden we natuurlijk tegen Napoli. Mooie 5-0 overwinning, maar liefst. En dat was de eerste Champions League wedstrijd, dus die is lekker gewonnen. En vandaar dat we nu met het B-elftal gaan spelen. We spelen met Lafont, Mulder, Reyes, Martins Indy, Gomez, De Bruyne, Van den Bos, Bailey, Kovalenko, Kane en Werner. De Bruyne en Kovalenko dus omgewisseld. Die stonden eerst op De Bruyne op 10. Maar vorige wedstrijd met het B-elftal vond ik Kovalenko toch beter op 10. En ja, De Bruyne beter op centrale middenveld. Dus vandaar dat we het vanaf het begin nu maar zo gaan proberen. Eens kijken hoe dat gaat. We kunnen het altijd weer wisselen, zo is het ook. Maar De Bruyne, ja, ik weet niet. Als hij de bal in een beetje aanvallende plek krijgt, dan verspeelt hij hem toch vaak of zo. Geen goede paas of aanname net niet lekker. Dat soort dingen. En dat frustreert gewoon. En het is een goede speler, jongens, qua rating zeker. En dat is gewoon zonde. Dus we gaan eens kijken of hij hier misschien wat beter speelt en Kovalenko het misschien wat beter invult. Kane komt zijn man niet voorbij. Kane die zat te zeiken dat hij meer wilde spelen. Nou, doe dan eens je pest, jongen. Niet zeiken, maar nu lullen we poetsen, hè. Van den Bos, waarom loop je nou niet gewoon diep? Waarom ga je terug? Wat is dit voor... Wat ben je dan voor een debiel? Je bent een buitenspeler. En loop dan diep, man. Nou, we worden hier gewoon compleet vastgezet door NEC. Het is niet te geloven. Kijken of we er nou uit kunnen komen. Nou, Werner, ga jij maar diep. Daar ben je goed in. Werner schieten. Oeh, lekker gekiept, jongen. Ik dacht dat het een aardig schot was, maar die keeper heeft hem gewoon. Ja, deze heeft hij ook. Ja, good corner. Ja, lekker jongens. Loop elkaar in de weg. De Bruyne. Waar is Van den Bos? We hebben geen rechtsbuiten momenteel. Is er weer... Ik denk zeker dat hij rechtsachter is of zo. Ik weet niet wat het is met die gozer. Nou, Gomez, schiet de jongen. Oh! Jammer. Goeie keeper, Smits. Tot nu toe. Ik hoop niet dat hij te goed is. Oeh, maar het zit zo. Echt jongen, die terugspeelballen af en toe in het spel. Dat kan toch niet, jongens. Dit is geen goede bal, Kovalenko. Pak hem maar terug. Jammer. Goed bezig, Mulder. Wat doet die Van den Bos nou weer hier? Echt, wat loopt die gast te doen, jongens? Die loopt overal boven waar hij niet moet lopen. En dan loopt Gomez weer rechts buiten. Werner. Nou, Bailey, kom op, jongen. Die hebben we nog niet gezien deze wedstrijd. Dit is een beetje een raar trucje, daar hebben we niet zoveel aan nu. Kovalenko, op De Bruyne. De Bruyne, schiet jij dan eens. Oh, jammer. Iets te ver naast. Zo blijft het 0-0. En Werner loopt dan door, man. Ah, dat is jammer. Probeerde er nog het beste van te maken, maar het lukte niet. Hebben. Ja, hebben. Kane dan. Ja, die wordt geblokt. Corner. Oh, die keeper heeft hem gewoon, ondanks de drukte. Dat is een goede keeper, hoor. Hoge ballen, alles heeft hij. Werner dan. Oh, en de rebound is ook weer niet voor mij. Geen geluk. Gisteren wel een hoop rebounds. Nu even niet.
Nou, kom op jongens. Hey, Van der Bos, je snapt het. Je moet diep op rechts gaan. Nu goed de langs. Goed afgeven. Ah, dat is niet echt goed. Dit. Nou goed, het is al beter dan net. Ah, kom op man. Wat gaat die Van der Bos nou helemaal terug doen, joh? Echt. Die had echt rechtsback moeten worden, die gozer. Het is zo druk daar. Oh, en dan is die paas ook nog eens niet goed. Jongens, jongens, jongens. Nou, Van der Bos, kom op, jongen. Laat nou eens wat zien van je talent. Twee man dekking. Dat is te veel van het goede, denk ik. Oh, die bal is ook weer niet goed. Nou. Oh, het lukt niet. Het lukt niet, het lukt niet, het lukt niet. Dat is stom. Het moet toch gewoon kunnen tegen NEC. Well, this is the second half now and it's underway. There's good progress with this attack. Hebben Lafont. Lekker jongen. Nou, Van der Bos. Beetje ruimte nu. Bailey, kijk, dit is tenminste een buitenspeler. Die gaat gewoon diep. En die gaat zijn man voorbij. Of niet. Pakt de bal wel weer terug. Van der Bos dan nu. Ben, en nu dan? Ja, hè, eindelijk. Nou, Kane scoort. Aangeven van Werner. Werner, goede actie. Goed gepaast door de beentjes. En Kane, ja, netjes afgerond, hoor. Keeper dacht dat hij erachter langs ging, maar dat ging hij niet. Tikte hem er gewoon voorlangs. Op T. Nou, Bailey, kom op, jongen. Dit is goed, dit is goed, dit is goed. Van der Bos vrij. Die komt niet tot de schot. Ah, netjes, jammer, jammer, jammer. Zit goed tussen. Lekker Gomez. Spelen geblesseerd, laat me lekker liggen, jongens. Ja, rot op, man. Laat die gozer lekker liggen, man. Er gebeurt niks. Krijg ik weer zo'n kutbal terug. Jongen, jongen, jongen. Kevin De Bruyne. Kane. Kom op Van der Bos. Op door naar binnen. Ruimte. Dan wordt het schot weer geblokt. Zoals altijd. Denk je ruimte te hebben en dan wordt hij toch geblokt. Zo zonde. Netjes. Netjes Kovalenko. Oh, niet Werner dan. Nee, oh, dat is te ver. Kon niet goed koppen. Geen kracht erachter. Oh, De Bruyne, man. Lekker, Martezindi. Nog een keer. Kijk, goed bezig, jongen. Echt, we houden van je. Ik hou van je. Oh, dat is zonde. Ja. En het is er nog steeds, maar 1-0. Kevin De Bruyne. Nou, zullen we nog eens wat gaan doen, jongens? Of blijven we wel lekker staan, zo?
Wie is er op links? Nou, daar komt Bailey eindelijk. We werken hem weg. Kom, Gomez, voor jou. Lekker. Oh, die paas niet goed. Wie, oh wie. Nu dan, goede voorzet. Nee, niet Werner. Oh! Er wordt nog aangeraakt, die bal. Maar het is in die dan. Nee, nog een corner. Well, here we can see the corner count so far. Een dingetje is weg om te richten. The 90. Well, this is fascinating, and the crowd are loving the drama that we're watching here. Just a one goal in it in favor of the home team. Yeah, they don't start celebrating too quickly, and that the players feel they've won the game before they actually have. Nee, geen schot, wordt geblokt. Loopt elkaar ondersteboven. Laat ik zeggen, loop maar even ondersteboven. Ja, scheids. Kom op zeg. Hoe dichtbij staat hij? Ja, rot toch op joh. Vuile kutkanarie. Die lul staat er gewoon voor en dan pak gewoon die bal. Ik geloof niet dat dat mag. Nou, van de Bos, nu dan. Netjes, die schieten. En dan krijgen we zo'n kutschot. De actie was goed. Nu de afronding nog. Jongens. Nou ja, we hebben 1-0 gewonnen. 3 punten zijn binnen, zo is het ook. Hun hebben geen kans gecreëerd, zo is het ook. Werner man of the match, die was veruit het gevaarlijkst. Mee eens. Kane de goal, Werner de assist. Toch best aardig, jongens. Oh, maar 1-0. Je verwacht zoveel. Ik krijg zo weinig. Maar goed. Moet ik maar beter mijn best doen, of niet? Ligt het niet aan mij? Ligt het aan mijn team? Is het team gewoon niet goed genoeg? Ik kan me niet voorstellen. Kijk eens onder spelers. We gaan gewoon nog even trainen. Hoppatee, Rashford en Van de Bos. Van de Bos krijgt er gewoon weer een beetje rating bij. Rashford niet echt meer. Ik denk dat ik hem maar kan stoppen beter met trainen. Dat schiet niet echt op meer. Dus even kijken hoor. Wat gaan we morgen doen? Morgen gaan we tegen Utrecht spelen. En daarna weer Europees. Dus dat is leuk. We gaan ook weer. No luck in Brazil. Nou en. Ja, we gaan weer met Nederlands elftal spelen. Eerst even kijken of de squad wel goed is. De vorige keer ben ik aardig een oor aangenaaid. Met een bepaald aantal spelers. Nou, ziet er goed uit. Zelfde spelers als die ik de vorige keer had opgeroepen. Of tenminste die ik de vorige keer had ingesteld. Staat nog goed. Gaan we voor vandaag gaan we stoppen. Morgen spelen we dus tegen Utrecht. Hopelijk zijn jullie er dan weer bij. Ik zeg bedankt voor het kijken. En later.